Ja, kijk, het is door de jaren heen is gebleken dat, dat het enorme binding geeft naar buiten. Dus dat betekent ja, ouders, kinderen, alles is vrij om binnen te bewegen. En dat betekent ook dat je dus een herkent de mensen die dus echt een binding met Feyenoord hebben. Dat is geweldig. En vorig jaar was het, dacht ik, wat minder. Maar als ik zo nu naar buiten kijk, dan zie ik zoveel mensen. En al die fijne shirts, ja, dat doet me goed. Ja, want dat zat u ook dwars. Dat het misschien wel wat terugliep en ietsje minder werd. Ja, maar misschien heeft de komst van een nieuwe trainer, andere mensen misschien daar meegewerkt. Ik weet het niet. Maar ik ben blij dat het zo'n enorme toeloop is. Als u weg bent, u komt terug, ja, u hoort waarschijnlijk genoeg op vakantie. Maar de hele training, al die toestanden. Soms denk je, het zal wel niet gekker worden. Het wordt toch nog gekker bij Feyenoord. Ach, weet je, het voetbal gebeurt, dat is een rare wereld. En dat met 50 jaar heb ik op de werkvloer gestaan, alles meegemaakt. En nu 2 jaar als ambassadeur, vast in dienst bij de club. Dus ja, het verbaast me nergens meer over, maar alles is mogelijk. En dan te meer omdat je natuurlijk door een... Kijk, Mario, dat is mijn buurman in Spanje. En Benny Wijnstekers is mijn buurman boven mij. Dus we zitten bij elkaar een beetje op strand. En dan praat je over de toekomst, praat je over het nieuwe seizoen. En dan als hij weggaat om zich voor te gaan bereiden voor het nieuwe seizoen, dan wens je succes. En dan kom ik terug de 12e en de 13e is mij bekend dat Mario Been over is. En dat is heel vervelend, dat is voor hem heel moeilijk. En dat grijpt mij ook wel even aan, maar ja, dat is inherent aan het voetbal. En ik heb geleerd door de jaren heen om me daar snel overheen te zetten, want het heeft geen zin om erbij stil te blijven staan. Want we moeten vooruit, er is maar één ding belangrijk, dat is Feyenoord. En dan moet je ook een bepaald gevoel hebben, denk ik, bij een nieuwe trainer. Met Ronald Koeman, heb je dat? Kijk, ja, Ronald, die ken ik natuurlijk al jaren, toen hij speelde. Hij heeft bij ons gespeeld en ik heb hem natuurlijk goed meegemaakt. Maar daarvoor heb ik ook heel vaak contact gehad met de familie Koeman, met zijn broertje Erwin ook. Dus ik ken die hele familie behoorlijk en altijd een goede relatie mee gehad. Dus ja, ik ben blij dat Koeman het is geworden. En ik heb volste vertrouwen in de toekomst, zeker met de assistenten. Want het seizoen als vorig jaar, ja, de dramatische dagen tegen PSV, dat nooit weer, maar dat gaat ook niet gebeuren. Nou, tegen PSV had ik het zak op de tribune. Had ik bij 5-0 liever naar beneden gaan, een paar planken, de goal dichtgedimmerd. Want het is natuurlijk afschuwelijk als je daarbij zit. En ja, dat hoop je nooit meer mee te maken. Ronald weet wel wat verdedigen is, dus... Dat wel, maar ja, je moet natuurlijk wel het materiaal hebben. En het materiaal wat je hebt, waar je mee moet werken, dan moet je kneden. En dat is, ja, hij heeft natuurlijk een hele andere manier van werken, denk ik, als Mario. En dat zal de tijd zal het uitwijzen. U bent kenner. Heeft hij wel het materiaal om die doelstelling Europees voetbal? Is dat wel realistisch momenteel? Nou, zover ga ik niet. Ik vind wel dat we het materiaal hebben om wat beter te presteren dan we gedaan hebben. En door wat veroorzaakt dan ook. En er is meer uit te halen, en dat heeft hij zelf ook gezegd. Er zit rek in deze ploeg, ondanks dat je dus geen versterking aan kon trekken. Gelukkig gaat dit beginnen. Gelukkig gaat dit beginnen, inderdaad. Ik ben blij toe en ik verheug me erop dat we dit seizoen wat meer vrolijke gezichten om ons heen kunnen krijgen. Zeker van onze supporters.